Dus dit fok staat eigenlijk verkeerd op de bok, waardoor ik hier die lege, of die honingkamers die ik eraf haal, niet neer kan zetten. Dus dat werkt een beetje ongelukkig. Dus die zet ik even in de bok ernaast. Ik begin maar even met de bovenste. Nou, dan zie je, deze heeft 1, 2, 3, 4 honingkamers en dan zitten ze zelfs nog tegen de deksel aan. Dus die bijen hebben echt die ruimte nodig, ook als er geen honing is. Dan zitten de honingkamers vaak vol, maar dan met bijen. Ja, deze is zeker half vol met bijen. Vol met bijen. Er zit trouwens ook al honing in de derde honingkamer. Verbaas me. Oh, hier zit ook een beetje honing in. Niet veel, maar een beetje wel. Een kilo of 5 tot 10. En de onderste honingkamer. Nou, ook een kilo of 5. En veel bijen. Sterk volk dus. Veel darren. Helemaal weer vol met darren hier. Allemaal darren. Hele mooie zwarte darren. Wordt ook goed gevlogen. Het is nog vroeg in de ochtend. Het zonnetje is er ondertussen. De eerste zonnige dag in tijden. Een volledige zonnige dag gaan krijgen. De temperatuur is nog niet heel hoog, graden 20, 21, maar toch lekker veel zon. Nou, dan zien we hier weer een prachtige raam met broed. Aan twee kanten, dan zien we er een rood gemerkte koningin. En vol eitjes. Eigenlijk hoef ik nu niet verder te kijken. Ik zie gewoon aan het hele gedrag van het bijenvolk dat ze helemaal niet willen zwermen. Even weer in de zon. Ja, prachtig. Echt een volledig raam. Je denkt het is een lege. Echt een volledig raam met broed, jongste larven tot eitjes en aan deze kant dus nog het uitlopende broed. Dus het raam heeft ze direct weer belegd. Dan kijkt er nog eentje, dan gaat hij alweer dicht. Ja, ook allemaal larfjes. Ik zie hier wat gekke cellen, een klompje. Dat is allemaal niks. Een darretje meegenomen. En hier een gekke cel. Nee. Hier nog eentje. Nee, allemaal leeg. Het volgende raam waar ik op kijk is volledig gesloten broed. En deze kant bijna helemaal gesloten. Nou, ik heb genoeg gezien. Deze gaat weer dicht. Prachtig volk. Mooie genetica. Een bijtje klem tussen. Zo.